Welkom terug op mijn survival eiland. Oh, lieve mensen, er is toch zoveel gebeurd. Het is echt te bizar voor woorden. En ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal met dat belletje aan? Doe dat dan nu en wie weet krijg jij wel een shout-out in mijn volgende video. En zouden wij de 2500 likes kunnen halen op deze aflevering? Halen we dat niet, dan stop ik met mijn survival eiland. En geloof me, dat wil je echt niet. Nou, lieve mensen, we zijn weer op mijn eiland. En oh boy, er is toch zoveel gebeurd. Wij zijn dus een tijdje weg geweest, maar geen nood. We zijn weer terug, maar het is zoveel om allemaal eigenlijk op te noemen. Het was zo bizar. Om eventjes te vertellen wat er allemaal gaande is geweest. Mick kwam naar mij toe en die vroeg in één keer of ik een piraat wou spelen en Jesse wou ontvoeren. En sinds Jesse onze diamonds heeft gestolen, wou ik dat heel erg graag. Dus toen hebben we Jesse ontvoerd, hebben we hem ondervraagd en hebben we zijn schat gestolen. En ja, sorry Giel, maar jij was ook de dupe. Ervan. In ieder geval, toen heeft Giel Jesse geholpen met ontsnappen. En sindsdien zijn ze weg. Maar intussen hebben Mick en ik ook een heel erg vet eiland ontdekt. En daar gaan we zo naartoe. Maar we gaan nog eventjes kijken op mijn eigen eiland of we nog wat mee kunnen nemen. Sinds ik waarschijnlijk wel van plan ben om te verhuizen naar een groter eiland samen met Mick. Dus laten we eens even kijken of we hier nog wat dingetjes hebben. We hebben hier nog Flint en Steel. We hebben nog Raw Mutant. En eigenlijk wil ik ook een beetje Johnny meenemen. Alhoewel ik nog niet helemaal zeker ben of ik ga verhuizen. Maar er ligt daar tenminste wel een gigantische schat op ons te wachten. Want we hebben echt super veel gestolen van Jesse. Of tenminste gestolen, we hebben het teruggenomen. Anyway, wat mijn planning dus eigenlijk is, is om op dat eiland een soort met of piratenbasis te bouwen. En ik weet niet of dat deze aflevering gaat lukken. En misschien wilt een van jullie het wel bouwen. Maar anyway, eens even kijken. Ik wil wel eventjes wat spulletjes meenemen. Ik wil wel even wat spullen meenemen naar Mix. Aangezien hij natuurlijk ook een paar spulletjes nodig heeft. Dus we nemen dit gewoon even lekker mee. We hebben lekker een farmpje gemaakt. Dus ja, we kunnen dit best wel meenemen. Zo, kijk. Ik weet nog natuurlijk niet zeker of ik daar blijf wonen. Dus ik ga heel eventjes dit zo terugplanten. Voor als wij terugkomen, dan hebben we tenminste weer wat weed. Zo, even kijken. En het wordt ook donker. Dus ik denk dat ik maar heel erg snel haast ga maken naar Mick toe. Want als het goed is, is hij dus op ons gezamenlijke eiland. Oh, en ik word hier de hele tijd aangevallen. Ik denk dat het misschien wel inderdaad een goed idee is als we daarheen verhuizen. Enfin, laten we er maar lekker naartoe gaan. En ik ga kijken of Mick er is. Oké, lieve mensen, als jullie kunnen zien, Stino, dit is ons gezamenlijke... Wow. Hallo, Mick. Oh, Stino, wat is er aan de hand? Ja, ik ben zo blij dat je er bent. Er is echt drama aan de hand. Oh, niet alweer. We hebben al zoveel drama gehad. Maar, ja, kom zo. Kunnen we niet even een pauze houden of iets? Ik kan hier ook niks aan doen. Ja. Kom maar even mee. Kijk. Dit meen je echt niet. Onze schat is volgens mij ontdekt, Stino. En, dit meen je niet. Ja, hij is wel ontploft. Maar onze diamonds, ik kan ze ook niet meer vinden. Nou ja, tenslotte. Ik zag dus deze chest daar beneden. Dus zie je ook die chest? Ik heb nog niet ontdekt wat er in die chest zit. Oh, dus, Als dit Jesse of Giel is, Mick. Echt waar. Ik maak echt geen grap, hoor. Dan gaan we er echt achteraan. Ja, ik weet niet. Misschien zitten gewoon onze diamonds in die chest. Ik weet sowieso dat hij niet op die... Die chest stond niet daar, zeg maar. Die stond daar ongeveer. Nou, moet ik wel zeggen dat het niet een heel slim idee was om er TNT onder te zetten, als ik het zo bekijk. Nee, dat is ook niet heel slim. Ik hoop dat diegene wel dood is gegaan. En ik hoop dat hoop ik ook. Ik weet niet wat in die chest zit. Ik vind het zo'n gekke plek ook. Zullen we kijken? We moeten wel denk ik een beetje voorzichtig zijn, aangezien er misschien nog meer vallen kunnen zitten. Ja, je weet maar nooit, laten we maar gewoon gaan. Laten we gaan kijken. Oh, ik ben zo benieuwd. Oh, echt waar. Als dit Jesse of Giel is. Ik word echt gek, hè, Mick? Oh, ik durf hem gewoon niet te openen. Misschien is dit wel een trap chest. Zullen we dat eerst checken? Ja, check het eventjes daaronder, alsjeblieft. Ik zie hier geen TNT, hoor. Kijk uit voor het zand, Mick. Nee, er zit niks onder of naast. Oké. Ik kom weer omhoog. Oh, ik durf hem echt niet te openen, Stino. Ja, ik zou zeggen, maak hem maar gewoon open. Als we doodgaan, dan gaan we met z'n tweeën dood, Mick. Oké, ik ga kijken, Stino, in 3, 2, 1. Kijk uit! Er zit een boek in. Een boek? Oké. Van piraat-giraffen. Piraat-giraffen? Ik heb echt geen idee. Zal ik hem gaan lezen? Wie is piraat-giraffen? Ja, dat weet ik niet. Zal ik hem gaan lezen? Ja, lees maar. Ik ben heel erg benieuwd. Hij kan helemaal niet lezen. Ik kan wel lezen. Oké. Arrgh! Jullie zijn op mijn eiland gekomen. Hoe durven jullie? Blijf hier weg of er zwaait wat. En die schat van jullie is nu ook lekker van mij. Wie denkt deze piraat-giraffen niet dat hij is? Oh mijn god, maar dit is dus zijn eiland, Stino. Nee, dit is ons eiland. Ja, dit is blijkbaar dus zijn eiland. Ik pik dit niet, Mick. Ik pik dit niet. Nee, maar dat betekent dus dat hij hier ergens op het eiland zit. Wil je samen op zoek toe gaan of wat gaan we doen? Ja, ik ga er meteen op af. Dit kan helemaal niet. Dit slaat nergens op. Wacht. Uiteindelijk wat scheppen maken dan samen. Want hij zal ergens onder de grond zitten. Want als hij boven de grond zit, dan zou ik hem wel kunnen zien.
Ik krijg gewoon... Ik word er helemaal gek van, Nick. We hebben nooit pauze hier. Het is altijd wel wat. Maar we gaan gewoon zorgen dat hij weg is. Wij zijn veel sterker, joh. Even kijken. Ja, dat mag ik hopen. Even wat jungle logs en dan maak ik gewoon ik heb in ieder geval een schep. Ik heb al een schep. Oh, nou, ik maak hier ook even een schep van zo. Ik maak er zelfs twee. Ik ga even kijken in onze bunker. Misschien zit hij wel in onze bunker. Ah, dat betwijfel ik. Ik weet het niet, hoor. Oké. Ik heb twee scheppen gemaakt. Stino. Oké, Stino. Ik ga je gewoon lekker graven. Hij moet hier ergens zijn. Als we nou gewoon samen met z'n tweeën gewoon rechtdoor gaan. Als ik hem in mijn handen krijg, hè, Mick. Maar kijk hoe groot het is. Wat is de kans dat we hem vinden? Wacht, als jij daar gaat, ga ik wel hier een beetje beginnen. Want anders gaat het ook niet werken. Ja, ik weet het ook niet. Hij moet... Wow. Wat is er? Wat is er? Waar ben je? Waar ben jij nou weer? Help. Wacht, ik heb hier nog ladders. Help. Ik heb hier nog ladders. Ik kan hier met deze ladders omhoog komen. Ben jij hier? Oh, mijn god. Hier ben jij. Ja, ik weet niet wat het is. Maar ik denk dat deze paraat sowieso onder de grond zit. En dat hij dit ook heeft geprobeerd of zo. Misschien zit hij hier wel in de buurt. Oh. Ja, ik ruik die stinkzeelucht al bij hem. Gadverdamme. Ja, piraat ook echt. Wij vinden een eiland en gelijk krijgen we een piraat op ons dak. Ja, maar Mick, dit kan ook gewoon... Wat is dit? Oh, zo'n gat. Nee, dit kan ook gewoon karma zijn voor ons. En dat wij ook piraatje aan het spelen zijn. Ik weet het dus echt niet, Stino. Misschien is het wel gewoon Jesse, hè? Of Giel? Wat? Mick. Wacht. Wat is dit? Hallo? Nee, maar Stino, we kunnen hier niet zomaar in. Hey, we moeten wel even voorbereid zijn, hoor. Jij mag als eerst, maat. Je hebt een zwaard. Ja, maar ik ben bang. Ik steek het gewoon in de fik. Wacht. Ik ga hem gewoon uitroken. Wacht. Hij heeft al onze dingen, hè. Dadelijk vliegen onze spullen in de fik. Ik ga hier ook even... Ik maak hier gewoon even een zwaard. En dan heb ik ook iets. En dan kan ik me daarmee verdedigen. Hallo? Ik hoor niks. Hallo? Wacht, ik heb hier een zwaard gemaakt, Stino. Ik hoor niks. Ook al donker. Okay. Laten we gewoon gaan kijken, ja? Ja, moet ik eerst gaan? Eerst dan? Durf jij niet? Nee, ik ben bang. Ga maar. Wow. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Blijf daar. In de hoek. Ik heb hem bij de boog, hè? Hoe hebben jullie dit gevonden? We hebben gewoon dit eiland gezien. We hebben gewoon gevonden. Aan de kant. Wow. Pas op. Is niemand jullie gevolgd? Nee, wij zijn alleen. Weet je dat heel zeker? Ja. Nou, bijna 100% niemand zeker. Niemand mag van deze plek weten. Maar jij hebt onze schat. Ja. Jij hebt onze schat. En die willen wij terug. Daarom zijn wij hier. Waar is die schat? Okay, kom hier. Hij heeft niks. Ik heb jullie schat. Maar denken jullie nou echt dat ik die hier ga verbergen? Ik steek de hele boel in de hens, hoor. Luister, oké. Ik heb een voorstel, oké? Ik heb een voorstel. Jullie zijn hier gekomen. Jullie zijn naar beneden gekomen. Nee. En jullie wisten niet wat hier was. Nee. En daar heb ik respect voor. Jullie hebben ballen. Kan ik jullie geven? Oké. Maar, de reden dat ik hier zit. Ik ben al jarenlang op een missie om te ontcijferen van een kaart die ik heb gevonden voor een hele grote schat. Wat? En als jullie mijn bunker hebben weten te vinden, wil dat zeggen dat jullie wel wat hersens in die harsens van jullie hebben, ja? Oké. Dus, wat nou? Als jullie mij nou eens helpen met het ontcijferen van deze kaart, dan kunnen we deze enorme schat met z'n drieën delen. Nick, mag je heel even onder je oog spreken? Mogen wij heel even boven? Wij gaan wel even naar boven. Dit is tenslotte uw huis. Terug. Je bent alsnog een dief. Je hebt wel onze dingen gestolen. Kom Stino. We gaan even overleggen. Ja, kom aan. Wat gebeurt hier nou? Mick, ja? Ongelooflijk. Echt waar. Hoe dan? Maar kijk, daar is natuurlijk. Ik zie daar in de verte. Daar woon ik. En wij vinden het een eiland toevallig. En opeens zit hier een meneer die een geheime schat. Ja, maar hoorde je hem ook zo over ons praten? Dit kunnen we toch niet pikken, Mick? Kom op. Ik bedoel, hij praat allemaal poep, toch? Nou, hij zei dat hersenen. Ik vind op zich... Ja, ik heb wel even... Hij praat er niet allemaal poep. We zijn wel dus de eerste die hem ooit hebben gevonden. Jesse en Giel hebben hem nog niet gevonden. Ja, precies. Maar wat nou als hij... Oh mijn god! Dit bedoel ik al! Wat als hij liegt? Ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel, als hij de waarheid spreekt. Wij zijn met z'n tweeën, dus tenslotte, wat wil hij doen? Ten tweede, als hij de waarheid spreekt, dan hebben ze wel echt, denk ik, heel rijk als hij al heel zijn leven hier zit. Ja, maar Mick, ik heb me hier niet voor ingeschreven. Ik vond het leuk om piraatje te spelen, maar dit gaat me wel heel erg ver, hoor. Maar je weet ook niet wat Jesse en Giel aan het doen zijn. Die hebben we ook al echt dagen niet gezien. Maar misschien zijn hun wel iets... Misschien zijn hun zaken zo rijk dat wij gewoon niks meer kunnen. Ja, dat is... Wij zijn alles kwijt, Sotino. Wij hebben alles gestolen. We hebben eigenlijk nog wel een keus. Zullen we het dan gewoon doen? Ik vind het eigenlijk ook best wel leuk. Ja, maar
maar een leuk avontuur. Het is wel een vreemde man. Ja, oké, waarom ook niet? We moeten een vrouw, waarom ook niet? Soms moet je risico's nemen. Oké, pokerface, heb ik pokerface. Maar we doen het net. Oké. Nou, we hebben even overlegd. Ten eerste hier een stukje vlees, alsjeblieft. Wij zijn heel rijk. Om hoeveel, om wat gaat het eigenlijk allemaal? Ja, jongens, het gaat over schat die nog niet gevonden is. Hoe moet ik weten wat erin zit? Het enige wat ik weet is dat er een enorm grote legende omheen gaat die al honderden jaren oud is. En dat klinkt voor mij wel veelbelovend. We weten eigenlijk ook niet of die schat überhaupt al ooit gevonden is. Nou, oké. Überhaupt of die bestaat? Om jullie misschien een beetje te weten overtuigen. Ik heb hier een kaart. Kaart. Het probleem is, ik kan deze kaart niet ontcijferen. En ik heb geen idee hoe ik hem moet ontcijferen. Ja, het ziet eruit als een paar verfplekken, ja, inderdaad. Aangezien jullie hier weten te komen, jullie dit hebben gevonden. Ja. Zoals ik al zei, wil dat zeggen dat er wel wat hersens in die harsers van jullie zitten. Ja. We doen het, dus oké? Dus misschien... We willen het doen. Nou, we zijn overtuigd. We doen het wel gewoon, ja. We doen het wel gewoon. We willen gewoon rijker zijn ook dan twee andere... Ja, precies. Dus we doen het, weet je. Geef die kaart. We gaan op missie. Ja. Ga je ook mee dan? Ik zit al jaren op dit eiland om te ontcijferen, maar... Je gaat ons toch niet gebruiken hiervoor, hè? Ik bedoel... Ik gebruik het niet. We zijn slaven. We gaan dit niet voor niks doen. Even voor jou weg, hier, dat jij kan chillen. Aan de andere kant... Je moet ons ook helpen. Zonder mij wisten jullie nooit dat deze schat überhaupt bestond. En het ziet ernaar uit dat jullie dit geld ook goed kunnen gebruiken. Maar ik zal het eiland waar ik al jaren op zit verlaten om met jullie op pad te gaan en deze schat te vinden. Oké, let's go! Laten we maar gaan. En ik zal jullie ook, binnenkort ook leiden naar waar ik jullie schat heb verborgen. Dat is helemaal top, ja, toch? Dat gaan we zeker doen dan. Wij willen onze diamonds wel terug. Maar dit kan ook een val zijn, hè? We moeten niet blij zijn, Stino. Hey, ik weet het, waarom zou ik jullie de val inlokken? Jullie zijn overduidelijk met z'n tweeën. Schat gestolen. Ja. Dat zegt toch wel genoeg? Wat kan ik zeggen? Ik ben een piraat. Ik weet hoe ik mijn werk goed doe. Oké, Santino, we gaan het gewoon doen. Zoals hij zegt, we zijn met z'n tweeën. Hij heeft een kaart. Laten we gewoon op avontuur gaan. Ik ben heel benieuwd. Ik ben sceptisch, maar ik ben wel in van avontuur.